Ja, natuurlijk. Ik heb er meer moeite mee. Heb je die wedstrijd ooit nog een keer helemaal afgekeken? Nee. Nooit? Nee. Nooit. Niet op kunnen brengen, nee. Nee. Jij wel. Oh, ik vind het uniek om dat mee te maken dan we verloren hebben. Maar ja, het is... Er zijn maar weinigen die het meemaken in het leven, die zo'n finale meemaken. Dus. Het had niet veel gescheeld of jullie hadden überhaupt niet gespeeld. Jouw broer, jouw tweelingbroer, René, stond met een manchet, een gips om zijn arm, want hij had een vinger gebroken, geloof ik. En dat ding moest af. Dat moest eraf van de scheidsrechter. En die had gezegd van, ja, dat is levensgevaarlijk. Je kunt hem slaan. Hij had een paar wedstrijden mee gespeeld, toch? Had wel 5 pas, dus... Nou, misschien na de 6e wedstrijd te werk, maar... Was hij nou gebruikt trouwens, die vinger? Was het tegen Iran, toch? Was er... Ja, het was een soort heel dunne gipsplaatje eigenlijk... wat speciaal uit Holland overgevlogen was. Dokter van de Brekel, hè? Wij hem in om zijn arm, om zijn hand te doen. Ja. En dan komt zo'n passerella eraan. En die zegt, dat was de aanvoerder van de Argentinië? De aanvoerder van Argentinië. Ja. En die zegt, hij mag niet spelen. Ja. Ernst Happel, de bondscoach, zei toen? Bondscoach zei heel simpel. Wie spelen niet? Geef die beker. Die beker maar jullie, wij gaan naar binnen. Ja. En je ziet mij ergens op een beeld ook nog zeggen, jongens, kom maar. Want de Happel zei dit. Dus. Ja, lang 5 en 6 en toch gespeeld.